Vandaag ga ik langs bij het Slotervaart Centrum voor Zorg. Het is een bijzonder project. Vastgoedontwikkelaars, de buurt en zorgprofessionals slaan hier de handen ineen om samen een laagdrempelig zorgcentrum op te zetten. Na jaren van leegstand wordt er nu weer nieuw leven in dit pand geblazen. En dat is nou precies wat Triodos Bank graag financiert. Het gebouw is nog volop in ontwikkeling en ondergaat momenteel een volledige renovatie waarbij duurzaamheid, sociale cohesie en zorg op maat centraal staan. Wij krijgen alvast een kijkje achter de schermen. Ga je met me mee? We beginnen de dag met een kopje koffie bij Casa Sofia, een kleurrijke ontmoetingsplek in de wijk. Ik heb hier afgesproken met Mo. En met zijn buurtcafé organiseert hij talloze culturele en lokale initiatieven. Tijd voor een kennismaking. Mo, ik ben zo benieuwd, wat betekent jouw buurtcentrum nou voor het Slotervaartcentrum voor Zorg? Nou, wat wij feitelijk zijn, is een ontmoetingsplek voor deze buurt. Want dat heb je nog nauwelijks in Slotervaart, staan we pleinbuurt. Dat is wat wij in wezen zijn. En daarnaast doen wij dat op basis van cultuur. Dus vanuit cultuur, van boeken en literatuur. We hebben heel veel poëziebijeenkomsten. Samen met onze partner El Hijra en ook de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, organiseren wij literaire bijeenkomsten op deze ontmoetingsplek. Ik ben benieuwd hoe het buurtcentrum en het Slotervaartcentrum voor Zorg op elkaar inwerken. Kun je daar iets over vertellen? Zij bieden ons eigenlijk letterlijk gewoon de ruimte om dat te kunnen doen wat wij afgelopen 5 jaar eigenlijk in de wijk al deden. Ja. Want wij zaten al op een andere plek hier vlakbij. Dus wij zijn op zich wel gewend als Casa Sofia om een soort nomadisch café te zijn voor de buurt. Dat bevalt ons prima. maar we hebben wel al gesprekken met Zadelhof. Straks als zij het ziekenhuis helemaal hebben gerenoveerd, of er een plek is, een permanente plek voor Casa Sofia. Mooi om te zien hoe Mo een maatschappelijke functie vervult in de buurt. De connectie met de wijk is dan ook sterk voelbaar. Het ontwikkelen van een laagdrempelig zorgcentrum draait om continu in verbinding blijven met je mensen. Iemand die me daar nog meer over kan vertellen is Geertje, algemeen directeur Centrum voor Zorg. Ja, welkom Patty. Leuk je het voormalig ziekenhuis Slotervaart te kunnen laten zien. We gaan hier echt een mooi zorgcentrum van maken. Dus dat gaat over een stukje cure, care, welzijn en ook educatie. Ja, en momenteel zijn we gewoon hard aan het werk om dat ook te realiseren. Een deel is al klaar, dat kan ik je zo laten zien. Maar het grootste deel zijn we nog hard aan het werk. We gaan hier richting ons gezondheidscentrum. Ja. En we houden helemaal bij hoe we tot het nieuwe centrum komen. Oh, wat gaaf om te zien. En met mijn roze bril zie ik daar natuurlijk al mensen wonen. Duurt nog even. Nou, hier zijn we dus bij de receptie- en horecagedeelte. Dit is Wilma. Hallo. Wilma is heel belangrijk voor ons, want zij verbindt echt de zorgpartijen en de patiënten en bezoekers die hier komen. Nou, hier zijn we dus op een vleugel, waar een aantal zorgverleners zitten. Wij huisvesten 3 huisartsen in dit centrum. En bij de selectie hebben we ook gekeken van, goh, kunnen we nou wat verschillende types aanbieden, zodat de patiënt keuze heeft. Ja, er zitten veel meer facetten aan zorg. Het is niet alleen het behandelen of het diagnosticeren. Er zit juist een veel breder perspectief wat in het welzijnsvlak speelt. En die ook heel graag betrokken worden. Ik ben ook benieuwd naar de zorgverleners die bewust hebben gekozen om juist hier hun praktijk te openen. Ik mag straks dan ook op bezoek bij Zenel. Hij is werkzaam als psychiater bij Terra Mental Health. En zijn praktijk is gespecialiseerd in transculturele psychiatrie. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik ben Patty. Ja, ik ben Zenel. Hij heeft een drukke agenda, maar gelukkig kunnen we even afspreken in zijn spreekkamer. Ja, Terra Mental Health is een GGZ-organisatie en transculturele instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wij zitten hier in Amsterdam Nieuw-West. Hier zijn heel veel mensen van een andere achtergrond. Ja, het is vaak niet makkelijk voor onze doelgroep om de stap te nemen naar de GGZ. Of is het eng, of weten ze de weg niet, of is er een stigma. Ja. Wij kennen hun cultuur en wij spreken meestal hun taal en dan is de drempel lager. Taal en cultuur kunnen werken als verbindende factor, juist in de zorg. Mede door de coronapandemie zijn de wachtlijsten voor mentale hulp lang, ook bij Terra Mental Health.
Het is van levensbelang dat iedereen de weg naar passende gezondheidszorg kan vinden. Een prettige, open omgeving waar je elkaar eenvoudig ontmoet, kan daar zeker aan bijdragen. En dan het liefst natuurlijk in een gezond en duurzaam gebouw. Martine, directeur ontwikkeling bij Zadelhof, kan me alles vertellen over hun visie op maatschappelijk vastgoed. Martine, zoals je weet staat Triodos Bank echt voor een visie op vastgoed. Wij geloven dat het meer is dan alleen maar die zak met stenen, maar juist gaat het om wat er in een pand gebeurt. Hoe is jullie visie op maatschappelijk vastgoed? Dit gebouw was eigenlijk zonde om het weg te halen. En wij weten uit de periode 2018-2019, toen het failliet ging, dat de gemeente plannen had om het weg te halen. Ik vind het heel zonde dat er steeds meer maatschappelijk vastgoed uit de stad verdwijnt. Want er is een enorme behoefte aan. En wij willen het graag behouden voor de stad. We krijgen een uitgebreide rondleiding door het bouwgebied. Het is indrukwekkend om te zien hoe alle ruimtes worden gestript en getransformeerd om de levensduur van het gebouw te verlengen. Vastgoedonderneming Zadelhof laat het voormalig Slotervaartziekenhuis zo duurzaam mogelijk renoveren. Ik wil graag weten hoe ze dat aanpakken, maar we nemen eerst een kijkje op het dak. Nou, hier staan we dus op het dak van de 10e verdieping, dus eigenlijk op de 11e verdieping. En hier op deze 11e komt een dakopbouw plus nog een 12e verdieping. En zoals je ziet kan je over de hele wat stad kijken. Wat een uitzicht! He, zie je daar Schiphol? Ja. Maar daar zie je de Zuidas en daar nog de Rembrandt-toren en het Okura Hotel precies in deze lijn. Schitterend zeg! Triodos Bank vindt duurzame renovatie natuurlijk ook super belangrijk. Hoe zit dat hier, Martine? Nou, het belangrijkste is dat we het gebouw helemaal hergebruiken. Dus dat is in zichzelf al heel erg duurzaam. En verder maken we een geheel nieuwe gevel en geheel nieuwe installaties. En het meest belangrijke is dat we van het gas afgaan. Sterker nog, dat zijn we afgelopen zomer al gegaan. We zijn helemaal overgegaan op stadsverwarming. Geweldig. Ik heb na vandaag weer veel nieuwe inzichten opgedaan. En één daarvan is dat cultuur absoluut een verbindende factor kan zijn, ook in de zorg. Wat dit project extra bijzonder maakt, is dat er op veel verschillende vlakken wordt gewerkt aan positieve impact. Van de verduurzaming van het pand tot het verbinden met de buurt. Ben jij ook geïnspireerd geraakt door dit project? En wil je meer weten over het verduurzamen van vastgoed of het ontwikkelen van maatschappelijke waarden binnen jouw onderneming? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer en graag tot ziens!